Het doelwit van de mannen is het kruidvat aan de Linie in Gorkum. Ze zijn met z'n drieën, maar komen niet tegelijkertijd binnen op donderdag 30 november, rond 5:30 in de middag. Eerst kwam een van de drie de zaak binnen om eens even voor te verkennen, lijkt het. Hij vulde al meteen een tas met boodschappen, toiletartikelen, naar later bleek voor honderden euro's en liep daarmee de winkel uit. Dit is de man die als eerste de winkel binnenkomt. De twee anderen die kwamen iets later binnen en ook zij vulden een tas, maar dat lukte niet om die mee te nemen. Ze lieten de tas achter. En het mooie van het verhaal is, of het bijzondere in ieder geval, is dat van die drie winkeldieven er later nog eentje terug de winkel binnenkwam. In de hoop dat hij zijn gevulde tas alsnog mee kon nemen. Nou, dat lukte niet, dus die bleef achter die tas. Was het wel gelukt, dan was de schade meer dan 1.000 euro geweest. Wij willen weten wie het zijn. Verdachte 1 loopt hier dus de winkel in, maar loopt ook nog even bellend naar buiten. Mogelijk om zijn handlangers een update te geven van de situatie. Hier komt verdachte 2 binnen. En verdachte 3. Ze verzamelen zich regelmatig bij dit schap. Daar staat de dure cosmetica uitgestald. Hier vullen ze 2 tassen. 5 minuten na binnenkomst vertrekken ze. Verdachte 3 loopt met een volle tas de winkel uit, maar verdachte 2 wacht. Hij kijkt op zijn telefoon en lijkt op het juiste moment te wachten. Dat komt blijkbaar niet, want hij kiest eieren voor zijn geld en loopt zonder tas de winkel uit. Niet veel later komt hij terug. Dit keer heeft hij zijn capuchon niet op. Hij zoekt zijn tas, maar die is al weggehaald door het personeel dat hem ook ziet binnenkomen en gaat op hem af. Dan gaat hij er als een haas vandoor. We besteden in bureau Rijnmond vaak genoeg aandacht aan overvallen, mishandelingen en dat soort ernstige zaken. Nou, daar horen winkeldiefstallen wat ons betreft ook bij. Was dit gelukt, dan was de schade meer dan 1.000 euro geweest. De heren staan goed op beeld. Als iemand ze herkent, laat het alsjeblieft weten.